Oranjekazerne. Voor de huisvesting van zijn garnizoen, nodig voor de verdediging van de Hollandse Waterlinie en de Muiderpoort, gaf keizer Napoleon het bevel tot de bouw van een groots gebouw. In 1810 legde maarschalk Oudinot de eerste steen. De kazerne werd na het vertrekken van de Franse troepen na 1814 de Oranje-Nassau-kazerne genoemd. Het gebouw heeft behalve als kazerne ook dienst gedaan als dierenverblijf, opslagruimte, militaire postduivendienst, militaire dienstkeuringspost en is thans omgebouwd tot huisvesting. Vraag: waarom zijn de militaire faciliteiten van Amsterdam juist hier gevestigd?